Ismail Aissati had tegen Manchester United de loodzware taak om Wayne Rooney te bewaken. En in balbezit had de middenvelder een sleutelrol in de omschakeling. Belangrijk daarbij was de communicatie tussen het centrale verdedigingsduo en Aissati. Ja, natuurlijk met Jan Vertonghen en Toby achter je, die telkens scherp houden daarin. En, dat ging wel goed. Alleen dan zie je wel dat Rooney een echte superster is die heel slim is geslepen. Die dan wilt lokken uit het centrum. En ze komen er razendsnel uit. Dus het was voor mij echt de taak om gewoon dicht voor onze centrale verdedigers in te staan. Ja, als je het een beetje bekijkt als een soort testcase, hoe vind je dan dat jullie het vanaf hebben gebracht? Ja, ik vond dat we nog te makkelijk de kansen weggaf. Vooral in de echte top heb je. Zelf heb je misschien 2-3 100% kansen in een wedstrijd. En dan moet er altijd eentje van worden gemaakt. En dat zie je dan bij hun. Dat ze dan twee, vooral de tweede doelpunt, hoe ze die afmaken. Ja, dat drijft de klasse vanaf. Zondag spelen jullie tegen NEC. Wat kunnen jullie meenemen uit de wedstrijd van gisteren naar die wedstrijd? Ja, dat we meteen vanaf het begin vol druk moeten zetten. Vooral in eigen huis. We moeten gewoon altijd ons eigen spelletje willen spelen. En daar hebben we ook de kwaliteiten voor. Dus dat is zondag wel heel belangrijk. Ja, ik verwacht denk ik wel een vermakelijke wedstrijd. Ik heb NEC een paar keer zien spelen. En het is een hele aantrekkelijke ploeg om naar te kijken. Ze willen net als ons altijd de voetballende oplossingen zoeken. Dus ik denk dat het wel een mooie wedstrijd gaat worden. Hoe gebrand zijn jullie om weer eens te winnen in de arena voor het eigen publiek? Ja, dat is natuurlijk een tijd geleden, dus we willen zondag wat moois van maken. En hopelijk wordt dat een spektakel met een winnend afsluiten voor Ajax.